Beste kijkers, goedendag. Ja, we hebben er vandaag even wat langer op gewacht dan gedacht op de zon, maar ik kwam wel. In de loop van de middag werd het prachtig weer, zon overgrote zelfs vanuit het zuidwesten. De temperatuur die liep erbij op richting 20 graden. Ja, en dat krijgt de mooiste Lentefoto's toegestuurd, dan kijkt u eens even achter mij, Ja, echte ganse kuikens, zijn het geen schatjes zo, die zou je toch zo eentje mee naar huis willen nemen. Ik zou zeggen, lang leven de lente, want als je dit soort plaatjes ziet, dan krijg je daar natuurlijk gewoon zin in. Maar helaas, het lenteweer duurt niet lang, het warme lenteweer, want vanaf morgen doet de temperatuur toch een gevoelige stap terug. We gaan eerst eens even naar de nacht. En nu zien we toch al meer en meer bewolking. De regio binnenkomen. Vanuit het westen wordt de kans op een bui ook wel wat groter al. En de temperatuur zo'n 9 à 10 graden. En de wind zwakt tot matig. Die draait al naar het westen. En let vooral even op die temperatuur. 9 à 10 graden. Dat is voor morgen, vrijdag, de maximum temperatuur. Kunt u nagaan? Dat scheelt gewoon echt een jas. Dat niet alleen. Regenkleding, en paraplu. ...moet u zeker ook gaan gebruiken, want het regent. De hele ochtend is het kletsnat. In de loop van de middag trekt die regen weg naar het zuidoosten. Later volgen ook nog een paar opklaringen. Ja, het is gewoon koud. 8 graden op de Maasvlakte, 10 graden diepe landinwaarts. En ja, daar blijft het dan ook helaas bij. En dat bij een matige noordwestenwind. Nou, de dagen na morgen zien er niet verkeerd uit. Het weekend weer... Nou, vaak open weer, zeg maar zoals wij dat noemen. Stapelwolken en zon. Zaterdag is het erbij vrijwel droog, een graad of 11. In de nacht naar zondag zou het aan de grond wel een paar graden kunnen gaan vriezen. Zondag, mooie zonnige periode, overal droog. Temperaturen dan een graad of 13. En dat bij een matige oostenwind. Eind van de dag neemt wel de, de bewolking toe. En dan een maandagochtend, nou, krijgen we weer een passage. Passage van een, een regengebied van west naar oost. Temperaturen dan een graad of 13. Daarachter klaart het op. En dan ja, op Koningendag, dan hebben we te maken met ja, soms een zonnetje. Bestaat kans op een bui. Een temperatuur van ongeveer een graad of 13. Het is natuurlijk niet echt dat je zegt van nou heerlijk weer. Maar het kan altijd nog slechter. Nou, Ten slotte nog deze fraaie foto van Corrie Hollaar uit Abbenbroek. Het is de blauwe anemoon. Maakt u nou ook van dit soort uh, prachtige plaatjes? Dan stuurt u ze in naar weerfoto.remond.nl. Weerfoto.apenstaart.remond.nl. Nou, maak er nog een mooie dag van en heel graag tot morgen.